Libo. Hey Kevin. En je bent keurmeester? Ja. Nou, ja. Ik snap wel een beetje wat het moet zijn, maar wat doe je precies? Een keurmeester die doet het keuren van gewassen zoals deze roos voor de plantgezondheid. En als je dan aan het keuren bent, waar let je dan op? Ik let op de plantgezondheid en dat is zoals bijvoorbeeld insecten. Hè, dat zijn tripsen, dat zijn witte vliegen, dat zijn mijten. Dat kunnen schimmels zijn en dat zijn bacteriën. En op het moment dat ik het niet weet, dan zou ik het naar ons laboratorium kunnen sturen voor eventuele determinatie. Hier heb je bijvoorbeeld een blaadje. Ah, wacht even. Ja, daar zie ik ook iets op ja, hier. Dat is een schimmeltje en dat noemen we mildauw. Dus hier is iets mee aan de hand. Ja. Ja. Nou, wie wordt er komt natuurlijk de vraag der vragen. Ja. Wat maakt dit nou tot de beste en de mooiste baan ter wereld? Nou ja, het begon net al van het is interessant. Ja, dat is het. Dit is, als je nieuwsgierig bent, zoals ik, en dan is het gewoon ontzettend interessant om doorheen te lopen. Om het product te beoordelen en om met het bedrijfsleven tot een mooi product te komen. En dan blijft het ook interessant. En dan blijft het ontzettend interessant. Ja. En wat is dit? Het is geen fluitje. Ik dacht dat het fluitje was. Ja. Je denkt, wat moet je daar nou weer mee? Nee, dat is wel grappig, want heel veel mensen denken dat het een fluitje is, maar dit is een loop. En door middel van dat loopje kan ik hele kleine insectjes of hele kleine delen van schimmels kan ik bekijken.